Met een warm ontvangst op het presidentieel paleis in Santo Domingo door president Luis Abinader begonnen gisteren de officiële plechtigheden tijdens het bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi. Het is een eer voor Santokhi om als eerste staatshoofd van Suriname gesprekken te voeren op het hoogste niveau in de Dominicaanse Republiek. Na het ceremoniële ontvangst en de begroeting op 5 oktober heeft president Santokhi een audiëntie gehad met zijn ambtsgenoot. Dit bezoek versterkt niet alleen de banden tussen de landen, maar opent volgens president Santokhi ook deuren voor nieuwe kansen en samenwerking. Hij kijkt uit naar de komende tijd met sterkere samenwerking tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek. Zoals gebruikelijk verricht elke staatshoofd dat te gast is in de Dominicaanse Republiek een bloemenhulde bij het Altaar de la Patria, oftewel Altaar van het Vaderland. Bij dit wit marmeren mausoleum is een kransceremonie vooraf gegaan, waarna het Surinaams staatshoofd de bloemenhulde bracht. Op deze plaats liggen overblijfselen van de grondleggers van de Republiek: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sanchez en Ramón Matías Mella.